Had Hashem niet eventjes kunnen wachten? Waarom eten we matzen met Pesach? Er zijn heel veel verschillende verklaringen. Een van de verklaringen is om ons te leren om niet gerezen te zijn, niet hoogmoedig te zijn, maar juist bescheiden te zijn. Maar in de Torah staat, Hashem heeft ons met haast en snel uit Egypte gehaald. Als Hashem even een paar uur had gewacht, hadden we brood kunnen laten reizen, hadden we gewoon brood mee kunnen nemen, hadden we niet die heerlijke matzes hoeven te eten met Pesach. Waarom heeft Hashem ons zo snel uit Egypte gehaald en niet laten wachten? En de levensles voor ons is, een van de levenslessen is, dat vaak willen wij uit onze metzarim. Het woordje metzarim betekent ook metzarim, betekent ook begrenzingen. We hebben onze begrenzingen, weten allemaal onze eigen begrenzingen. En soms hebben we het daar makkelijker mee en soms moeilijker. En soms willen we uit onze metzarim, uit ons Egypte trekken. Maar dan hebben we een farao die stort of andere dingen die storen. Maar Kadosh Baruch Hu neemt ons snel uit Egypte om ons te vertellen van, heb jij een doel voor ogen? Wil jij ergens naartoe? Heb je goede voornemens? En dat kan op verschillende manieren zijn en in verschillende aspecten in ons leven zijn. Hebben die goede voornemens? Ga ervoor. Wacht niet. Manana, misschien morgen. Nee. Nu wil ik dat doen. Nu wil ik mijn leven verbeteren. Wacht niet tot morgen, maar doe het nu. En dat is een van de mooie lessen van de matzah. Dus Hashem zegt, doe het nu. Ik neem jullie nu meteen eruit. Nu hebben we die kans. En we laten ons niet storen door wat er om ons heen gebeurt. We gaan voor het goede. Laten we die les meenemen. En even een Shabbat Shalom hebben nu. En daarna een Chag Sameach. En laten we allemaal onze persoonlijke verlossing zullen hebben. En daarmee allemaal ook de algemene verlossing. Shabbat Shalom, Chag Sameach.